Hallo, wij gaan pizzasaus maken. Pizzasaus is heel simpel om te maken. Volg gewoon deze video. Het enige wat je nodig hebt is een blikje tomaten. Gewoon ganse tomaten of stukjes tomaten, maar geen tomatenpuree. Dus gewoon zo'n blikje tomaten. Van de Lidl, van de Aldi, van de Carrefour, maakt niet uit welk merk. Zo één blikje. Oregano. Suiker. Een koffielepel suiker is genoeg. Look. Olijfolie voor je loken te bakken. En onze zout. Dat is een beetje zout. Een halve koffielepel. Dus mag niet te veel zouten. Goed. Wat doen we? We doen onze tomaten in een kom. Ik ga een gans blikje maken. Maar voor één pizza, dus een gewone normale pizza, heb je eigenlijk maar één pollepel saus nodig. Maar de rest kan je gebruiken voor bolognese saus of een andere gerechten. Maar wij gaan nu dus gewoon een gans blikje maken. En die gaan we gewoon met de handen pletten voor zo'n optimale smaak te krijgen. Je kunt het ook met een mixer. En dan ga je de pitten en alles kapot zaven. En dan heb je niet de perfecte smaak. Dus wij gaan gewoon met de hand. Ja, er zijn zo'n paar harde stukjes. Die moeten er niet uit, maar ik doe die er wel uit. Zo waar de stengel aan vast was. Dus die mocht je gewoon zo. Ja. Goed een stukjes doen. Goed knijpen. Dat mag goed plat zijn. Ja. Daar doen we onze suiker, voegen we daar aan toe. En een klein beetje zout. Dat is de helft van een koffielepel ongeveer. Voilà. Oregano. Een eetlepel oregano. Daar mag goed oregano in. Voilà. Klein beetje mengen, maar die gaan we zelfs in de pan nog verder mengen. Voilà, dit is klaar. En dan gaan we nu dit toevoegen in de pan. Maar we gaan eerst onze look in de pan een beetje aanstoven. Voordat we deze lekkere tomatensief erbij gaan doen. Doe een klein beetje olie. Of majesolie of olijfolie of een beetje boter in onze pan. Daar doen we ons look in. Die look die mag niet aanbranden. Gewoon een beetje aanstoven. Mag zeker niet aanbranden. Lichtjes aanstoven. En dan een half minuutje is genoeg. En dan onze tomaten erin. Een paar minuutjes koken op een normaal vuurtje. Voilà. Dus die een paar minuutjes in de pan gebakken. Dus die is goed. Onze pizzasaus is klaar. Onze pizzasaus is klaar. Heel simpel.
Meer is er niet nodig. Die mag gerust afkoelen. Die hoeft niet te warm te zijn om over uw pizza te gooien. Dus die laten we gewoon rustig afkoelen. En dan gaan we die straks op onze pizza gooien. De overschot kan je altijd gebruiken voor je bolognese saus of een andere gerechten. Dus die bewaar je maar koel in de frigo. Dus onze pizza saus is klaar.